Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe. Dit is niet leuk. Ik ben net 2 minuten. Nou, niet eens wakker. Ik heb niet heel goed geslapen. Maar de cadeautjes zijn er weg. Maar onze schoenen zijn weg. De kinderen hebben me wakker gemaakt. Ze hebben namelijk hun schoen gisteren gezet. Voordat ze gingen slapen. En nu is hun schoen weg. En jullie hebben overal gezocht. Ja. Maar dit heb bij mama botjes. Ja, maakt niet uit. Ja, maar zo zie ik uit als ik net 2 seconden wakker ben. De nieuwe konijnen. Ja, die hebben ze gisteren al gezien. In de tas. Goed, overal zoeken. Wie komt boven misschien een nieuw kijken? Ja. Wat is dat dan? Ja, dat is dan die snoep. En jullie hadden het hier neergezet? Ja. Dat weet ik nog, hier. Ja, we hebben het niet hier neergelegd. Nee. We breekbare dingen zouden we niet zomaar eens goed zitten. We moeten in de badkamer. Ook niet, moeten we in de badkamer kijken. Oh, ik heb zo koud. Ik heb ook heel koud nog. Ook niet, dat misschien achter. Waarom verstopt hij dat? Misschien heeft hij het wel meegenomen. Dacht hij, dat vind ik wel hele mooie schoenen, die neem ik mee. Die van mij. Nee! Ik was eerst. Jee, jij gaat altijd als eerst. Ik wil nu nog. Ik heb nog niet. Ja, dat weet hij niet. Gekke Piet. Wat is het? Een horloge. Een horloge? Ja. Oh. Laat het even draaien. Druk er eens op. Ga maar, Mim. Ik kan het net even niet. Want die had ik ook vorige keer. Ja. Met Jace en een Marshall. Maar toen heb je toch in de verrijking gehad. Was jij toevallig aan het leren klok kijken, Jane? Ja, maar dat weet ik niet. Ja, maar dat is wel handig misschien. Maar deze kan je niet aanzetten. Tuurlijk wel. En dan als we... Tuurlijk, Mimi, maak open. En dan misschien als jij gaat buiten spelen. Wat deed je dan steeds als ik zei je moet om zo laat thuis zijn? Geef het aan mensen. Wat doe iets? Geef het aan mensen vragen. En nu kan je het zelf kijken. Mama. Wat is het? Stempels. Kan je stempelen? Ja, beneden schat in de keuken. Goed. Wat zeggen we? Dankjewel. Sinterklaas. Sinterklaas, Pieter. Ja, is weer naar beneden. Kan ik even gaan ontbijten, jongens? Wat is er zo hier? Ja, dat weet ik ook niet, schat. Help hem in? Nee, ik kan hem niet. Moet ik hem al doen, schatje? Kom. Nee. Want dan gaat het fout. Kijk, je kan het ook zo. Leg neer, schat, is gevallen. Nee, wil. Is ze lief? Ja. Ja. Oh, niet haar in haar oog. Nee. Oh. Heb je er vast? Ja. Weet je nog hoe ze heet? Nee. Angel. Angel. Goed zo. Dag Angel. En die vlat heet en Klik. Stitch. Oh. Goed zo. Ze gaat weg. Ze zegt doei. Weggelopen. Nou, we moeten even uitkijken, want ze mag niet naar Billy toe. Waar is Billy dan? Ik denk buiten. Oh, we moeten kijken waar de balkon dicht is. Kijk eerst of Billy buiten is. Is Billy buiten? Ja. Ja, doe je balkondeur dicht. Oh. En weet je waarom ze niet samen mogen? Ja, maar dan zou Billy bad spelen. Ja. Dan krijgen ze ook. Gelijk boom. Ook, maar ze kunnen ook baby's krijgen. Ja. Dat willen we niet. Ja, kijk, ze gaat naar Billy Kooi. Waar is Billy? Oh, ze gaat in Billy Kooi. Oh, oké. Okay. Gaat in Billy Kooi.
Stitch. Kleine Stitch. Dit is Stitch. Stitch. Met Stitch. Mama, hij gaat zo lekker. Ben je? Daar is dit. Een roze Stitch gevangen. Mama, nu ga je stempelen. Ja, ga maar stempelen, schat. Wauw. Wat staat er? Een paardje. Paw Patrol. Cool. Kijk, hier is het leuk. En hier is best Jason aan het voetbal. En ja, allemaal. Die is ook leuk. Ah, wat is dit nou? En Marshall Billen. Oh. Maar hij is weer. Zo. Marshall Billen. Oh, Angel loopt helemaal daar. Door het huis. Hè? Dat is Angel. Ja. Oh. Wat doe je hartelijke hart? Kijken. Dit is een beetje. Nog een keer doen? Je moet goed recht houden, ja. Hier. Ja. Heel die is, cool. Die is heel cool. Ja, cool. Oké, jongens. Zijn tussen een uurtje verder. Kinderen hadden gelukkig hun schoencadeautjes gevonden. Er is een man geweest die heeft de trapleuning vastgemaakt. Die zat los. Die is weer vastgemaakt. Dan komt er vanmiddag een meneer voor de tapijt van de trap af te trekken. Dat had ik uitgelegd dat dat me niet lukte. Dus die komt vanmiddag. Dan ben ik ondertussen ziek aan het worden, jongens. Dus ik zag er niet voor niks voor morgen zo belabberd uit. Ik ben ziek, jongens. Mijn keel doet pijn. Mijn neus is helemaal dicht. Ik voel me belabberd. En ik kan het niet hebben, want het is geen lucht, jongens. Ik heb het buiten adem. En ik kan dat niet hebben nu, want ik ga verhuizen. Ik was een zakje open te maken, jongens. Dat lukt niet helemaal. Dus ik ben ziek. Dat kan ik er niet bij gebruiken nu. Helaas, jongens. Oké, we moeten toch door. Iets rustiger aan doen dan. Ik sta dus nu kippensoep te maken voor mij en de kindjes. Omdat ik dus ziek ben. Ik dacht, de kippensoepje voor straks is lekker. Dus dat ga ik nu even maken. En dan hoop ik dat het zo wel weer beter gaat, want... ik heb mezelf nodig met het huis, jongens, echt waar. Hoe gaat het, Bill, met je vriendin? Gaat het goed? Ja, ik kom het even vertellen dat je vriendinnetjes hebt, twee. En met eentje knuffel je al, hè? En met die andere nog niet. Maar ik moet er goed bij blijven natuurlijk, want we willen geen baby's. Hoe mooi Billy ook is. We willen geen baby's van Billy. Hé, Bill? Dus we letten heel goed op. Ik heb volgende week een afspraak bij het nieuwe adres. Dan wordt hij geholpen. En dan kun je dus gewoon lekker samen spelen. Zonder dat er wat gebeurt. Nu moet ik steeds opletten, hè, Bill? Maar hij heeft wel leuke vriendinnetjes. Je moet niet mij afstoten nu, hè. Dat je denkt, ik heb twee vriendinnetjes, ik hoef mijn baasje niet meer. Niet doen, hè. Want was zo leuk dan was je. Moet wel leuk dan blijven, hè. De dierenarts zei dat twee vriendinnetjes, nou eigenlijk één, zei ze één vriendinnetje koopt, dacht ik, nou deze twee waren al samen, die ga je niet uit elkaar halen. Rood. Snip je twee vriendinnetjes door de dierenarts. Beetje klein. Als je mij maar niet vergeet, Bill, ik was je eerste vriendin. Nu mag je steeds eventjes met ze spelen. En als je straks geholpen bent, dan mag je de hele dag met ze spelen, ja. Lieve Bill, dat is zo lief. En dan ons. Dag Miempje. Gaat het goed? Ja. Nee, het Lego aan het spelen. Ja, denk ik. Ik wil heel klein alles. Okay. Nou, zo moet ik alles heel klein. Straks in het nieuwe huis word je geholpen. Dan kan je de hele dag met je vriendinnetje spelen. Dan krijg je ook veel grotere ruimte. Dan heb je ook een tuin. Dan kunnen daar met z'n drieën spelen. Oh, wat ruikt die? Ja, ze had snuffelen. Wat ruikt? Ik ben kopje thee aan het maken. Ruik je kopje thee? Ruik je kopje thee? Nee toch? Nee. Misschien denkt u, waar zijn mijn vriendinnetjes? Waar zijn mijn vriendinnetjes? En ga ze even de arm weg doen. Arm weg? Ik wil niet praten. En dan kiekeboe. Niet te dichtbij, schat. Pak je Lego zo weg, hè? Want hij gaat het Lego opeten. Niet Lego opeten.
Telt over de dierenarts. Ik ging een afspraak maken met, over, voor Billy. Maar hij was nog niet bij deze dierenarts geweest. Dus toen zei ze, hoe heet het konijn? Toen zei ik Billy. En toen zei ze... Ze zei, hoe heet het konijntje? Konijntje? Dus ik zei, nou, het is geen konijntje. Maar konijnen. Hij heet Billy, maar het is geen konijntje. Toen kwam ik eraan en toen zei ze ook, wow, wat een groot konijn. Oeh. En hij is nog niet eens één, dus hij gaat nog wel groeien hoor. Maar het is ook alleen maar leuk, je moet groeien. Hoe groter, hoe leuker. Mwah. Oeh. Mwah. Heb je twee kleine vriendinnetjes erbij, hè? Ja. Alleen willen geen baby's, hè? Nee. Moet een beetje opletten. Ja. Maar wat als wij toch een baby's krijgen? Ja, dan hebben we gewoon baby'tjes. Geef niet. Dat vind ik echt zo leuk. Dat vind jij wel schattig. Je hebt hier bij je mond. Bah, ja. Wat is dat? Dat vind jij wel schattig. Nou, jullie zouden het wel schattig vinden, hè, ja. Baby konijn. Ik zou het ook wel schattig vinden. Ja. Maar het is veel werk. Ja. Ja, we gaan net verhuizen. Ja. En wat is de baby uit de dan moeten we andere mensen vinden die voor ze gaan zorgen. Welke zorgen? Ja, we gaan ze niet alle babykonijntjes houden dan. Nee. Dan moeten we ze verkopen. Nee. Ja, dat willen we niet. Mm-mm. Isabel, ga je op zoek naar de meisjes? Ga je achter de meisjes aan? Naar die jongens. Dat zijn toch twee meisjes? Oh. Nee, jongens. Dat zijn meisjes. Nee, één meisje. Ja. Eén jongen. Ja. En één nog een jongen bij. Dat is Billy. Het zijn twee meisjes hoor, die hebben gekocht. Nee! Billy is de enige jongen. Eén meisje, één jongen en nog één jongen bij. Ik ga een kopje thee maken, hij is klaar. Nee! Dan hebben we allemaal onze kopje thee. En de kindjes hebben chocoladepepernoten van oma gekregen. Hé mam, maar wat is er bij foto's? Het is helemaal bruin. Ja, nou ja. Als je het maar lekker vindt. Ik mis geen pepernoten, dus ook niet deze. Oh, ik lief eentje pepernoten. Nee, het ruikt wel niet lekker. Oh, het is brownie, mom. Het zijn brownie pepernoten, maar ik lust geen pepernoten. Maar het ruikt niet lekker, maar het is echt lekker. Mm. Het smaakt naar aardbei. Smaakt het naar aardbei? Ja. Maar ik wil hem altijd overhalen, jongens. Ik heb badjas aangeraakt, ik heb het koud, gewoon over mijn kleren heen. Ik heb het koud, jongens. Over een half uurtje komt die meneer voor de tapijt van de trap. Houd goed recht, schatje. Ik zag een keertje en ik was er niet filmen. Mag ik niet filmen? Nee. Wat je gaat zeggen? Nee, ze gaat het wel zien. Wacht even. Jongens, het is geheim.